zojuist de uitvaart en bijzetting gehad van monsieur Aloysius Sichem, onze eerste Surinaamse bisschop van het bisdom. Hij is bijgelegd? Het is eeuwenoude traditie in de katholieke kerk dat bisschoppen in de crypte onder de kathedraal worden begraven. Dat gebeurt dan niet in de aarde, maar dat gebeurt in tomben. Vandaar dat je dan het woord bijzetten gebruikt in plaats van begraven. Dan denk je aan de aarde waarin je graaft. Er zijn dus bij de grote restauratie, hebben we dus ook bij ons in de crypte tombes laten bouwen. Mooi bekleed met marmeren platen. Daar worden dus vanaf nu dus de bisschoppen van Paramaribo, zullen dus dan daar begraven worden. En daarvan is monsieur Sichem de eerste. Is zo de barmhartige liefde van God heel concreet gemaakt voor ons als individu en voor de Surinaamse samenleving als geheel. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij is bisschop gewijd in 1970, dus toen heeft hij 32 jaar lang actief het bisdom geleid als bisschop van Paramaribo. En na die 32 jaar, toen was hij zo ziek door het herseninfarct, dat hij terug is getreden en toen heeft monsieur de Bekke overgenomen. Maar toen heeft hij nog 14 jaar lang, heeft hij heel moedig zijn lijden gedragen en bleef hij in ons midden. Hij bleef aanwezig bij grote vieringen op de zondag in de kathedraal, bij uitvaten, bij samenkomsten in ons bisdom. Dus hij bleef wel nog steeds aanwezig in ons midden. Vriendelijk, maar hij was ook heel wijs. Hij heeft ons altijd heel veel diepgang meegegeven. Hij dacht over dingen na. En daardoor is hij voor ons allemaal ook een inspiratiebron geweest. Dus aan de ene kant dankbaar dat hij niet meer hoeft te lijden. Maar aan de andere kant dat gemis dat hij er niet meer is. Begrepen dat jullie ook zijn favoriete liederen hebben gezongen? Ja, monsieur Sichem hield enorm van de Surinaamse liederen, sowieso van de Surinaamse taal. En ik ben heel vaak met hem geweest bij uitvaten en zo. Ook als er een singinetti was, dan genoot hij en dan zong hij echt uit volle borst. Dus we hebben gezegd, we moeten voor hem deze liederen zingen, naast al het plechtige en het Latijn en alles wat er hoort bij een bisschoppelijke begrafenis. Maar we wisten van, dit was waar zijn hart echt naar uitging. Hoe zullen jullie hem herinneren? We zullen hem herinneren als een wijze man. Een vredig mens en vooral een hele echte grootse Suriname, een zoon van dit land.